zijn hier bij de vereniging OGO. Wat is OGO? Opera Gelderland Oost. Opera Gelderland Oost. En dat bestaat al? Dat bestaat al 25 jaar. Oké, dus jullie hebben een jubileumjaar dit jaar? Dat hebben we vorig jaar gevierd. Okay. En nu gaan we een echte hele opera uitvoeren. Ik zie vijf mensen uit Doesburg die bij dat operakoor zingen. En jullie zijn hier in Zevenaar nu aan het repeteren voor een uitvoering. En welke uitvoering is dat, Mieke? We gaan de opera Nabucco van Verdi uitvoeren. Ook wel bekend van het mooie nummer met... Ja, van het slavenkoor. Slavenkoor. Ja, daar is de opera heel erg van bekend. Maar er zitten nog heel veel andere mooie stukken in. Ja. Voor het koor zowel als voor de solo's. Vraag hoe lang jullie aan het repeteren zijn? Vanaf september. Vanaf september. Voorjaar, ja. Maar is het niet ontzettend moeilijk om ook in het Italiaans te moeten zingen? Ik vind van niet. Nee. Maar je bent het Italiaans goed meester, zo gezegd. Nee. Het is meer fonetisch wat je doet. Voor de stukken dus alleen, ja. Hey, en een van de weinige mannen in het koor. Jullie hebben ook een hele belangrijke rol als mannen, hoorde ik net bij de repetitie al. De levieten. Ja. En... Wat is er nou zo mooi aan opera zingen, als ik vragen mag? Want mij lijkt het niks, maar u zou een passie hebben op een of andere manier. Het is niet alleen zingen, maar ook acteren. En straks met de uitvoering komt er een heel mooi decor. Het geheel. In een gewoon koor, tussen aanhalingstekens, ja, dan zing je met partituur. En dat is alles. Maar hier heb je een heel plaatje. Acteren, zingen... je hebt een mooi decor, je hebt kleding, historische kleding aan. Dat maakt het speciaal. Moet je eigenlijk opera liefhebber zijn om opera te kunnen zingen? Nee, dat hoeft niet per se. Nee, maar ja, je moet het wel, zelf wel mooi vinden natuurlijk. Ja. Want je zingt natuurlijk ook wel voor je plezier. Ja. Ja. Er is natuurlijk een uitvoering. Ik heb zelfs begrepen twee uitvoeringen. Vertel. We hebben een eerste uitvoering op zaterdag 13 april in Zevenaar. De zaal is al uitverkocht. Helaas, dus mensen kunnen niet meer uit Doesburg kunnen niet meer naar Zevenaar toe. We kunnen niet meer naar Zevenaar toe, maar wel nog naar Doetinchem. En op zondag 14 april is er om 7 uur 's avonds in de Catharinakerk een uitvoering in Doetinchem. Voor alle mensen die nog kaarten willen kopen. En de kaarten zijn waar te koop, als vragen mag? Die zijn te kopen bij Tini Kokken in Zevenaar. Het staat overal geafficheerd en je kunt het ook bij de VVV vragen in Doesburg. Zelfs bij mij, Marieke Jansen. Oké, nou dat komt wel helemaal goed, denk ik. Heel veel succes, dames en heren natuurlijk. Dankjewel.